De kletsavonden. 3 weken lang genieten van Oeteldonk op zijn smalst. Op Bastion, de zender verheel Oeteldonk. Als je hiernaast moet zitten wachten in een gijsje, en dan wordt er wel echt een partij kei zenuwachtig van. Daarbij komt, ik vind het begin moeilijk, het einde ook, en het tussenstukje lastig. Vlee joh, ben ik hier niet geweest. Toen zat ik in een dalke. En ik ben geen familie van Wim Brouwers. Ja, ik heb een heel zwaar jaar achter de rug. Het zat hem in een relatie met Toon. Of liever gezegd, wat Toon nog van over is. Hij is al 33 jaar bij mij. Eigenlijk 34, maar dat is geen Oeteldonks getalke. Ja, voor degenen die Toon niet kennen, hij stond dit jaar op de embleem. Dat dik vet Michelin-bandje. Daar staat hij, die vetkooi. Ah, zo is hij niet altijd geweest. Toen ik hem leerde kennen, zat hij strak in zijn vel. Kei sportief. Voetballen bij de RK. Nou lekt het wel via een voetbal even ingeslikt. Zit iedere avond op de bank in een joggingbroek in slaap te vallen. Tegen tijd dat we naar boven moeten, zit hij. Goh, dan ga je maar vast. Ik ga nog even Telcel kijken. Ja, we zijn uit elkaar gegroeid. Maar hij veel harder dan ik. Het is water nou de diesel dragen. Of liever gezegd, de kanaal omleggen. Nee. Dan naar bed met Don. Dat is geen feest. Rolt hij zijn nest in. Ploft hij op dat randje. Ik leed op dat ander. Je hebt geen twee persoons nodig. Er is ook geen beweging meer in te krijgen. Niks beweegt aan Toon. En Toontje is ook soort van dood. Het is lang geleden dat Toontje hoge zong. Tegenwoordig alleen maar lager. En ik kan u eens vertellen, dat is heel laag. En vroeger was Toon hartstochtelijk. Nou, toch Toon hard. En daar kent hij wel geruisloos. Gert verdemmen, wat kent hij een mens stinken. Ik word er gewoon chagrijnig van. Ik ken ook niks meer van hem velen. Hij, wat deed je ook al hier? Ik heb het alweer gezien. Hij slurpt. Hij smekt. Hij puft. Hij sloopt. Hij zwaffelt. Sloffen heel een dag, dat is op poten optilt. Nee, dan slaapt hij. Dan begint hij met piepen en blazen. En heeft nooit bij piepen en de blaas gezeten. En dan over blaas gesproken, die van hem is ook niet meer wat moet zijn. Om met u moet hij eruit. Dan gaat hij met zoveel herrie, ben ik alweer klaar wakker. Nou, dan staat hij daar te spetteren en na te druppelen. Ik heb al 1000 keren gezegd, Toon, gooi zitten en afwegen. Nee hoor, de eigenwijs incontinentie gevalken. Want daar zie ik wel aan zijn box. Nou, en omrollen, dat is ook een soort van gymnastiek voor die een zweet nek. Wordt hij rood, zijn haren plek aan zijn kop, zijn oksels die horen klotsen, baba. Nee,
Alles is veel aan toon. Te veel toon. Ik heb tegen hem gezegd. Zeg, ik trek daar niet langer, toon. Dat moet wel gebeuren. Nou, daar vraag ik toon ook. Daar is voor de carnaval, zei hij. Meske, wij gaan dit jaar wat leuks doen. Tot woensdag. Nou, en daar zat ik. In mijn eentje. Die vuile klem blaaier. Nou, ik zat op die bank een beetje te zeppen aan die televisie. Er komt daar zo'n datingsite voorbij. Second love, stelletjes. Jans Meude, zeiden ze. Nou, dat was wel voor mij. Even naar de internet toe, dat opzoeken. En ze willen van alles van u weten. Naam. Wie wil mijn? Leeftijd. 32. Foto. Ik eentje gevat uit 93, want anders klopt dat niet waar. Hobbies. Ja, hobbies. De kiet op werken. Kienen. En op zaterdag een beetje kwijtongen bij Café Populair. Nou, dat kwam eruit. Mariko. Ik heb met Mariko afgesproken bij de Mico. Ik ben mee bezant een beetje kienen. Want dat doe ik jaren. Ik zei tegen Mariko, jij doet een blauwe kneupel. Want anders dan herken ik hoe niet. Nou, dat viel helemaal niet tegen, die Mariko. Wel een beetje een volgescheet polingvelken. Maar alles is natuurlijk mager hè, bij Tom. In de pauze zegt hij, hijs, ik ken jou. Ik zie het in één keer, ik ken jou van vroeger vanaf die tent. Ik vind bij jullie een frietje hangé en een frikandel speciaal, twee kroketten en een bamibol, slaatje, een ijsko en een broeike hap. Ik zeg, ho, Mariko, rijmt. Ik moet even plassen, want anders kan ik daar ook niet meer kienen. Ik ben niet meer teruggegaan. Die heet geen hersens niet. Ik heb geen dementia similis. Wat een stom verken. Ik nou de kiet. Ik ben meteen aan een site gegaan voor hoger opgeleiden. Naam. Wie wil mij? Beroep. ZZP'er. Zuipen zonder poen. Opleiding HVBLO. Hoger voortgezet bijzonder laag onderwijs. Ik zat 6 hoog. Maar ik had wel een date. Peter Joost. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Een beetje een CBD's met een glazenlood gezichtje. Of ik een vorkje wilde prikken. Ik zei, nou ja, als jij niks beter weet, dan doen we dat, hè. Dus wij hier om de hoek in het Intermestroop, even zwaaien. Ik fiet in de tenedels. Hier over die zeet. Medium. Ik zei, nee, gek, doe mij maar een grote. Het was zo'n stuk vlees. En als desert had ik een dame flangee met chocoladesaus. Ik heb me toch lekker geëten? Peter Joost was gescheiden en had één kind. Klaas Jan. Hij vroeg, heb je ook kids? Ik zei, nou, ik heb 2, een meske en een jongske. Ons Usnavi, had een aparte, bijzondere naam. Ik zei, nou, Ton en ik waren op vakantie. En Ton is gek van boten. Dus wij kijken, en dan komt er zo'n groot Amerikaans oorschip voorbij. GELACH
waren zonder een indruk. We hebben de eerste kind naar die boot vernoemd. En dan hebben we nog onze ferry. Nou, Peter Joost moest even belangrijk telefonisch bellen. En er werd een heel lang gesprek. Nou, weg is hij dan. Nou, ik had me een buik wel vol van dat daten. En trouwens, het was zondag. Dus ik om 10:50 die een prijs inhalen. Nou, druk dat het was. En die drukte, ik voelde me eigenlijk toch een beetje ellendig. Ik had ook niks meer van die klemblooien gehoord. Maar ik dacht, waar jij kent, dat ken ik beter. Dus ik de kroeg in. En daar stond hij. Bettes. Een knappe vent. Hij zei, wauw, wat ben je mooi en lekker. Wauw. Ik voel me bij jou zo fijn. Wauw, ik word bij jou steeds gekker. Kom in mijn bloemetjes voor mij. Nee, dat weet hij niet. Ja, dat weet ik. Ik word helemaal weg van die imbetters. Daar heeft nog nooit iemand tegen mij gezeten. 3 dagen hebben we gesjouwd. We zouden samen knillers gaan begraven. Maar hij was zo zat dat hij in de Oetelpaleis van de Poema flikkerde, recht op zijn smoel. De hele bakken slag open. Nou, daar werd een ongevallen post. Nou, en toen was het woensdag. Niks, geen beschuitje, niks, geen thee op bed en al helemaal niet in de bloemetjes gezet. Niet dat hij dat ook ooit deed. Dat ze daar trouwens ook een liedje op hebben kunnen maken. Prut, prut, prut. Ja? Tom? En ben jij dat, Tom? Dan ben ik thuis. Ja, ja, het is woensdag. Of ik kom? En jij ook? Maar, ja, moet even wachten. Nee, ik sta in de stallen. Ah, alleenig. Ja, nee, dan gooi ik op schieten. Ja, oké dan. Ja. Dat was Tom. Die zit thuis. Het is woensdag, zei hij. Dan ga ik maar even kijken. Houdoe wel. De kletsavonden. 3 weken lang genieten van Oeteldonk op zijn smalst. Op Bastion, de zender voor heel Oeteldonk.